Hier zit het begin ergens in, hè? Ja. Even kijken. Kijk, hier komt iets. Waar is dit? Dat is in Noosnerik. Hoe lang geleden is dit? 49 jaar geleden. We ronden het af op 50 jaar? Ja, dat mag ook. En dat was de eerste keer dat ik met vakantie ging. Dat was toen, hoe moet ik het stotteren, van de winkeliers ging dat uit. Aha. En toen gingen we voor 125 gulden, 10 dagen, heel verzorgd. U straalt er nog een beetje bij. Ah, ja, jongen, het was heel apart. Ja? Ik echt. En wat gebeurde er toen u aankwam? De mond of de bek zo weer los. Ja, het is niet te geloven. Zo mooi. Wat was er zo mooi? Nou, die natuur, jongens. Die vrijheid allemaal. De bergen, de lucht. Ah, joh. Ik had nog nooit zoiets een mooi stukje natuur gezien als door. En na 10 dagen gingen we weer naar huis. Ja. En toen was u zo besmet. Toen kregen we dit. Ja. Ik wil een berg in maken. Moet je even achter je kijken. Ja. Dat prachtig. Betoverd. Ja, en hoe kwam dit er dan uit? Wie bedenkt nou zoiets? Nou, dat groeit, hè. Ik had... eerst had ik maar een heel klein bergje. En dan ging ik alle jaren een metertje hoger op. Eigenlijk zou je moeten zeggen, Ampie, du bist totaal verrukt. Ja, denk ook. Echt een 100%. Ja. Ja, maar dat is een tik moeien. Flowers pop out of the stream. Everywhere I place my feet. Consistent of all good deeds like I never loved. Woke up one of me was gone. Things hard out what's going on. Who's who and where's the other one? Oh, kijk, dit is wel een soort... Klein Oostenrijk, Ampie, klopt dat? Ja. Had je dit nou in je hoofd? Nee. Nee. Dit is ook zo gegroeid. Want ik moest zand hebben. En voor deze berg maken. Voor een jaar of 10 geleden heb ik deze berg gemaakt. Ja. En toen heb ik door de gaten geraakt. Want hoe is dat nou ontwikkeld? Je kwam uit Oostenrijk en je dacht, ik moet een berg. En toen ben je aan die kant ben je begonnen met de boel een beetje op te hogen. Heel klein bergje maar. Heel klein vijvertje. Dat jaar erop heb ik een grotere vijver gemaakt. En dat was... en toen heb ik een bergje zand erachter liggen. En door heb ik een watervalletje in gemaakt. En zo ging dat alle jaren ging dat naar boven. En toen kreeg ik 20 jaar geleden een paas erfdeel. Ja. Toen heb ik 3000 kuub grond gekocht. En toen kwam de eerste berg, die is hier Noors. En dit is gekomen door die mensen die hier allemaal komen. Oh ja, dus... Alle geld wat ik beurde, geef de tuin in, zeg maar. Want iedereen is welkom op Ampiesberg. Er komen soms bussen vol naar zijn tuin. En dat is nodig ook. Minimaal 6.000 per jaar om de kosten te dekken. Toen Ampie met zijn levenswerk begon, snapten veel vrienden hem totaal niet. Nou, 90 van de 100, die rooien me dat af. Hij zei, Ampie, oh, je hebt toch een mooie tuin. Maar ik had dit gewoon in de kop en dat moet dan gebeuren. Is het nou een beetje klaar in de kop? Of... Nu is het klaar, ja. 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 Stel je het ervoor, hè, Ampie. Mooi. Als jij in 1963, hè? Als jij toen naar Parijs op vakantie was geweest. Dan had ik geen bergen al. Dan had hij nu in de Eiffeltoren gestaan. Ja, misschien wel. Maar, nou, ben je één keer in je leven op vakantie geweest en daarna? Maar, elk jaar weer terug naar Oostenrijk? Nee, ik ben er nooit weer geweest, joh. Nee, daar heb ik geen tijd meer voor. Zo. Dit kweek je allemaal helemaal zelf? Ja. Eén is wat ik koop, dat ben hier de pleiten geliezen. Oh, die heb je ingekocht? Die als klein plantje. Ja. Doet de vrouw ze allemaal in potjes. Hè. Flowers pop out of the street. Everywhere I place my feet. Consistent of all good deeds like I never loved. Zo, een soort katholiek gevoeletje krijg je erbij, hè? Ik had deze pot nog wel in kunnen poten. Hij mooi in de vijver kunnen zongen. Ampie is zonder overdrijven
365 dagen per jaar bezig met zijn tuin. Nu al bijna 50 jaar lang. Zijn vrouw helpt hem altijd mee. En als in de zomer zijn berg dan bijna explodeert van kleur, dan is Ampie echt gelukkig. Maar kijk nou, mooi, man. Baby, I'm just a crazy fool who lives by a crazy rule to bring happy thoughts to you. Heb je al die jaar al dat werk erin gestopt? Krijg je nou genoeg genot terug van je tuin? Als het echt mooi weer is en het groeit, het bloeit, jongen. De ene plant is nog mooier dan de andere. Ah, oh, jongen, dan is het zo genieten. Dat is gewoon niet te beschrijven. Is het nou de allermooiste plek op aarde? Ja. Dat is hier? Ja. Dit is het paradijs. Geef jezelf aan een goed doel en niet je geld. Een gevonden schat moet je niet weer ingraven. Als je de wereld rondreist, kom je vanzelf weer bij je eigen huis terecht. Het geluk is een eiland dat drijft in jouw leven. Zomaar een paar wijsheden van Agnes Westerhof uit Genderingen. Ze wil haar inzichten delen met de rest van de wereld. En daarom schreef ze maar liefst 7 boeken. Omdat ze er geen uitgever voor kon vinden, geeft ze ze op eigen kosten uit. Ik heb er jaren voor gespaard, heel hard voor gewerkt en heel veel dingen voor moeten laten. Ja, zuinig geleefd en mezelf niet tekort gedaan, maar wel gewoon echt dingen opzij zetten om dit te kunnen bereiken. Ik heb het te vertellen en ik wil het graag delen met mensen. En ook mensen helpen en troosten daarin. En ja, dat de mensen de kracht uithalen. Waarom 7? 7 is een magisch getal. 7 ja, het heeft veel betekenis in mijn leven daarin. Ik wil niet knallen met 1 boek. Ik wil gewoon de mensheid verbazen met 7 boeken. En het zijn 7 boeken met 7 verschillende genres. Voor iedereen is er wat bij. Wat dacht u bijvoorbeeld van dagelijkse wijsheden, woordspelingen en spreuken? Een boek over het belang van een goede basis? Inzichten over de reis in jezelf? Een kinderboek over vriendschap, spirituele teksten en de persoonlijke favoriet van Agnes. Levenskracht voor iedereen. Ja, het woord zegt het al. Krachtige woorden, ondersteund door krachtige foto's. En mezelf krachtig op de voorkant. Ik haal mijn inspiratie uit het leven. En gelukkig heb ik de gave van mijn moeder gekregen om het te verwoorden met bijzondere woorden. En ja, dat is wat doorschemert in al die boeken. Een talent die nu ontwaakt. Hoog tijd dus om haar boeken aan de man te brengen. Met haar wagen volgeladen rijdt Agnes alle boekwinkels in de omgeving af. We gaan de boeken naar de boekhandel brengen. Goedemiddag. Hallo. Ik ben Agnes Westerhof. Ik heb een aantal boeken geschreven en ik zou die graag... Ik vraag om ze in uw winkel te leggen, om ze te verkopen voor mij. Wat is dat voor een boek? Boeken, het zijn 7 boeken. 7 boeken over... 7 verschillende boeken? 7 verschillende boeken. Van kinderboek tot grote mensenboek, tot spreukenboek, wijsheidenboek. Het is voor iedereen is er wat bij. Heb je al je energie vandaan gehaald? Ja, uit het leven zelf. Jarenlang om goed opgelet onderweg en goed opgelet in het leven. Dus ik heb... Van elk boek heb je voor 7 boeken keer 10 boeken. Dus ik heb 70 boeken? Ja. Je gaat er nogal aan. En hoeveel denk je er totaal te gaan verkopen? Ja, alles. Je durft nogal? Ja. Het ziet er wel mooi uit. Dit gaan we doen. Ja. En 26 mei gaan we met elkaar evalueren. Helemaal goed. Het voelt geweldig. Geweldig. Ja. Als je in de winkel loopt, dan liggen er maar 7 kindjes van mij. En die zijn nu geboren en die gaan het leven in. Wie schrijft, die blijft. Ik blijf, want ik schrijf. Yes. Thank you.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Don't know the deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. Speciaal voor jou meegenomen? Ja. In Clubgenoten herinnert prestatrice Carita Napel topsporters met een jeugdteam van vroeger. Maandag ziet wielrenner Kenny van Hummel zijn oude ploegmaatjes van de Adelaar in Apeldoorn weer terug. Het kleine manneke wat vroeger hier rondrijd. Nu sta ik hier een paar jaar later. Het is wel heel speciaal. Dit keer in het najaar en niet in de winter. Schatgraven, te beginnen hier op Kasteelhuisberg in Serenberg. Daar zijn we op zondag 16 september. Vanaf 11 uur zitten onze taxateurs klaar om uw schilderijen, uw beelden, uw tekeningen, noem maar op, met een kritisch oog te bekijken. En geloof me, u wordt er altijd wijzer van. Op zondag 16 september vanaf 10 uur bent u van harte welkom op Kasteelhuisberg hier in Serenberg. En de taxaties, u weet het, zijn gratis.